Kijk, intro. Yo allemaal, welkom terug bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Tim AKTimmyBoyNL en vandaag gaan we naar de dierentuin. Stel je eens voor. Hi, ik ben Aniek. Dus mijn vriendin en samen met haar gaan we aapjes bekijken. Ja. Je weet dat je ook echt anderhalf uur in de trein zit en of in de auto zit en naar. Jingola! Si, si! Jingola! I'm crying. Get in there. Look over there! It's a wild girlfriend! Don't come close, she will bite. Rimboela! Oh. Ja, we zijn de Rimboela. Oh, er is een bootje, lekker. Rimboela! Lopen aapjes los! En er is zelfs een boot hier. Oeh, die kleine boot. Tot nu toe, best wel heel erg vreemd. Ik ga wat aapjes proberen te filmen. En kijk of we nog meer dieren kunnen vinden. Aapjes! Succes! Wij zijn mama. Wat doen die apen? Oh mijn god, het is een babytje. Zo schattig. Yep. En toen gaat verder een bootje. Met Napoleon. Ik heb gehoord dat er een waterval aankomt. Dat is straks een mega avontuur. Ook Cordilla. Oh, avontuur begint. Nou, vroeg me erover. Ik heb nog geen naar de Staten. Die blijft zitten met handen en voeten binnenboord. Oké. Oh mijn god. Avontuur. En toen besloten ik en Annie om lekker te gaan klimmen. Helaas zorgde deze waterval. Dat is een aapje. Tim, kom op. Volgende shot. Goed zo. Zorgde deze waterval ervoor dat je helemaal niks kan horen van wat ik gefilmd heb. Dus we gaan er een leuke montage van maken. Krijgen. Krokodil te eten. Wow. Ga niet in het water. Oh shit. Wow. Ligt er allemaal op een rijtje? Eén? Ja. Oh mijn god. Oh, dat is schattig met het zwemmen. Yes. Hé, er staat er nog één. Dat was een nieuwe. Ze denken dat ze eten krijgen volgens mij. Weer. Nu het interessantste is de mensen die allemaal naar de andere kant gaan inderdaad. Ga er niet in. Ja, ja, ja. En toen waren we in Serenga. Serenga. Oftewel een soort desert, allemaal
ezels met kijken. Met geitjes op de een of andere manier. Mini geitjes. Tuurlijk mag erbij. Hallo. Hallo. We gaan dus verder kijken wat we nog kunnen vinden. Maar tot nu toe een geslaagd dagje en ook heerlijk weer. Ja, echt heel ja. Goed. Heel mooi. Er was regen voorspeld, maar... Nope. Noepie. Niet op klimmen. Nee, maar dat maakt jou toch niet uit. Ja, inderdaad. Het zijn net kaartjes. Ja, maar het is niet de bedoeling, denk ik. Dat is zo niet. Oftewel, groot succes. Echt super veel dieren hier. We gaan ze nog in een lekker rijtje. Ja. En dan dus... Gaan op safari. Op safari. Ja. Ja. Gaan op safari bij de zebra's en zo. Awesome. Bij een soort van kamelen. Met hutjes. Zo gaan. Ja, yes. Holy shit, een gigantisch lange rij. Er is officieel besloten om niet te gaan, want de rij is gigantisch lang. Tenminste, hij ziet er lang uit. En we hebben al een lange rij gestaan voor echt een klein bootritje, wat niet heel spectaculair was. Dus we gaan weer lekker door en kijken of we nog meer kunnen winnen. Let's go! Dus we hebben worteltjes gekregen. De hele helemaal leeg. Ja. Nog naapjes voelen? Ja! We moeten even een plekje zoeken. Yep. Daarom. Nou jongens en meisjes, zijn jullie er klaar voor? Ja! Ja. Hey. Zes, dan tel ik zo 3 en dan gooi. 1, 2, 3 en gooi. Ja. Nou, als je nou heel goed op hebt, dan ziet u dat de mantelbagianen de stukjes wattels niet in één keer hebben. Dus dat hadden wij kunnen zijn. Jammer. Nee, anders hadden we 2 uur in de rij gestaan en hadden we geen Bafiaan gevoerd. Precies. Precies. Dus Antarctica? Yeah. Yeah. No, ik kan halen. Oké. Dus de vraag is dat witte poep? We gaan er wel vanuit dat dit een poepsteen is. Yep. Maar verder... Daar, alles. Het is gewoon poep. Confirmed, Aniek de wetenschapper. Poepstenen. We gaan met de glijbaan naar beneden. Ik heb geen idee waar we naartoe gaan, maar naar beneden. Glijbaan! Daar zag je waarschijnlijk geen ruk van, want het was helemaal niet gefocust, maar dat ging best hard. He made up his mind. Oh, toch wel? Op erin. Go. Ja. Nope. Nee, ik ga toch niet. Ik ga misschien morgen. Ik ga toch een poging doen tot... ik ga erin. Nee, toch niet. Misschien morgen als het wat warmer is. Wacht, het is best wel warm. Misschien wil ik er toch wel in. Wat dacht je? Mijn water is koud. Nee, ik durf niet. En dan hebben we gewoon ijsberen. Oh, we weten waar het vandaan komt. Hij is aan het ijsberen. Yo allemaal, hier zijn we weer. We zijn nu uit de dierentuin. We hebben net gewokt. Het was super lekker. Een zieke zon daar. Heerlijk. Oh, dat is zo echt zo mooi. It's pretty as fuck. We gaan hem hier eindigen. Dankjewel voor het kijken. Ik laat jullie achter met wat schaapjes. En tot de volgende keer. Bye. Je hoort het nog op de achtergrond.